nee, ja, ik weet wat ik ga maken. Nou, het is een beetje moeilijk uit te leggen wat het is, maar bij ons is het bekend onder de werktitel codenaam Slabak. We gaan een slabak maken. Eigenlijk hou ik, laat ik zeggen, glassen als het af is, zoals je het normaal altijd tegenkomt. Ik vind het echt een vreselijk naar spul. Ik hou er helemaal niet van. Het glimt en zo, het kan kapot en je moet het schoonmaken. En de dingen die ervan gemaakt worden, die hebben zo'n rare esthetiek. Ik hou er helemaal niet van. Maar laat ik zeggen, het mooie van glas is dat als het in de oven zit en je werkt ermee, dan is het iets heel anders. Dan is het warm en vloeibaar en kneedbaar. Het is heel erg, dan is het echt een waanzinnig mooi spul. En het komt mij maar zelden voor dat ik dingen maak die mooier uit de koelover komen als dat ze erin gegaan zijn. Kun je zien dat het bewogen heeft, dat het echt uit die vloeibare materie gekomen is. Terwijl je bij normale glazen dingen, daar zie je dus de beweging helemaal zoek. Het is gewoon heel star, koud materiaal. En daar hou ik niet van. Ja, de encyclopedieën die gebruik ik als inspiratiebron voor mijn werk. Ik vind toevallig een plaatje wat ik ooit eens een keertje nageblazen heb. Toen zag ik dat. Dat zou toch gewoon geweldig zijn in glas. Dat maak ik een waanzinnige bonk blank glas precies in deze vorm. En iets, nou ja, dat kan je niet verzinnen. Dus. En dat vind ik. Nou, ik vind die boeken heel erg leuk. En nou ja, soms heb ik het excuus dat ik iets vind en dat ik iets blaas en dat ik iets mooi vind. En, Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat je als kleine jongen was bij mijn opa op bezoek kwam. En die had dan in de boekenkast een oude encyclopedie staan. En op een of andere manier, ik begrijp me god niet waarom, ik was waarschijnlijk een vreselijk autist. Vond ik het heerlijk om gewoon uren, dagen, maanden lang in die encyclopedie te bladeren. Maar zo is het gekomen. Grappig omdat hij zo groot is. Maar laat ik zeggen, soms haal ik de dingen niet uit de plaatjes van de encyclopedie. Maar ben ik al zo lang met die 19e eeuw bezig dat ik eigenlijk niet anders dan lelijke dingen kan verzinnen en maken. Dus deze is helemaal uit mijn eigen brein ontsproten. En die vind ik wel, ik vind hem wel mooi, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, bij mij, laat ik zeggen, ik vind het mooiste als het een beetje wringt. Dat het tussen echt spuuglelijk en toch wel, ik bedoel, ik weet ook niet precies wat ik hiervan moet denken. Nee, dat is best eigenlijk wel een heel knap staaltje glasblazen. En ook lekker groot. Met werktitel Jeneverglas. Tot ziens.
proza. Maar je kan er veel meer uitstrooien, want ik heb echt waanzinnige draden. Ah, shit. Op het laatste moment ga je warmen en leg je hem op de wieltjes en probeer ik hem één keer in papier, zal ik maar zeggen, een beetje de vorm te prutsen. Zoals ik denk dat hij moet. Oh, oh. En draaien, denk ik. Kom op. Het is te koud. Soepbak. Oh ja, dit vind ik wel een heel mooi ding. Maar dat heeft helemaal niets met de 19e eeuw te doen. Laat ik zeggen, doen soms ook niet. Is de 19e eeuw niet mijn inspiratiebron, maar gewoon het glas maken en het vloeibare glas zelf. En dit vind ik dan een heel mooi ding wat je kan krijgen als je gewoon de hele tijd hete vloeibare bolletjes glas opknipt. En laat ik zeggen, je laat ze een beetje vloeien en je laat ze een beetje bewegen en je laat ze een beetje stollen. En dit heeft als werktitel de opnieuw verbeterde snotwaas. Maak me maar helemaal gek. Nee, ik kan meteen nog een. Twee of drie lekkere grote draden. Hij ging heel goed, heel tevreden.